Het bejaardentehuis Islamia Miatul uit La Vigilancia en enkele andere behoeftigen hebben vandaag enkele rollators in ontvangst genomen. Lions Club Paramaribo South, Lions Club Paramaribo South Para en Leo Club Paramaribo South hebben deze schenking kunnen bewerkstelligen. De 6 rollators zijn overgedragen in het gebouw van Weestparaat aan de Eduard Brumastraat. 5 rollators overhandig gekregen van de stichting, ja, een vereniging uit Nederland, HIMMAT. En die stuurt jaarlijks hulpgoederen naar Suriname. En dat doet ze in samenwerking met een vereniging hier zo. Waarvan de heer Gangaram Pandi de ondervoorzitter is, Stichting Hindu Media. En we hebben toen op 17 juli de rollators in ontvangst genomen. Met de afspraak om het dan ook nog verder te doneren aan anderen die het nodig hebben. Voor deze activiteit hebben we rollators. En dat gaan we dus samen met de Lions Club Paramaribo South. Gaan we dat doen vandaag. De behoeftigen waren blij met de rollators die zeker een bijdrage zullen leveren aan het verbeteren van hun leefomstandigheden. Cécile Valies, president van Lions Club Para, zegt dat zijn club binnenkort ook start met het Peace Poster project en het Schoolgeldenproject. Bij het Schoolgeldenproject zullen behoeftige schoolgaanden worden ondersteund.